Nou, hier zijn we dan terecht gekomen bij camping de La Boutière. Dit is de ingang. En aan de linkerkant is een meertje met grote vissen erin. En af en toe zelfs zie je een otter of een bever. Ik weet niet precies wat het is. Zie je zwemmen. En elke keer als ik dat beest wil fotograferen of filmen, dan duikt die onder. Dus alsof hij het weet en niet op de foto wil. Hier is de receptie. En als ik het nog een beetje vroeg is er nog niemand, het is nog dicht. Maar normaal is er dan een Nederlandse meerder, een mevrouw, Marja. En ja, die runt de hele camping, zeg maar. Dus, camping is geschikt voor caravans, tenten en campers. En er staan ook drie mobile homes die je kan huren. En geadviseerd wordt om de campers links de camping te zetten, te plaatsen 1 tot en met 25 vanwege de ondergrond, als het toevallig eens een keer regent. En rechts heb je ook mooie plekken voor tenten en caravans. Maar die kunnen natuurlijk ook aan de linkerkant staan. Dan zien we hier het sanitair gebouw. Je kan hier ook het toilet legen. En die put hier bij de grond. Dan kan hier nog even binnenkijken. Dit zijn de... Hier kan je afwassen en de was doen. En er staat een wasmachine die je kan gebruiken voor 4 euro per wasbeurt. En hier wasbakken waarvan er eentje is afgeplakt vanwege de coronabesmetting. Dit is de douche en de wc-ruimte. En achterin 2 douches en voorin een drietal toiletten. En ook hier weer een wasbak afgeplakt vanwege de corona. Het is hartstikke rustig op de camping. Er staan nou geloof ik, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mensen. Ja, 5 kampeermiddelen. Dan is er ook nog een overdekte plaats met 6 tafels waar je gebruik van kan maken. Waar je beschut zit tegen de zon en natuurlijk ook tegen de regen als het eventueel gaat regenen. En ja, dat kan het hier ook wel eens doen. Gisteravond regelen we het nog eventjes. Hier staan, staan 6 tafels waar je gebruik van kan maken. Het is weer heerlijk weer. Heerlijk rustig hier. Hoewel vanmorgen kwam er een straaljager over. Het is ongelooflijk. Die was laag. Het leek wel of hij door de camper heen vloog. Jeetje, mina, wat een oorverdovende lawaai is dat. En dat doen ze hier in Frankrijk wel, hè. Lekker laag vliegen met die dingen. Nou, en hier achterop... de camping staan dan 3 mobile homes die je kan huren. En via de achteruitgang kan je eruit om je vuil weg te gooien. Maar je kan er ook uit om te beginnen aan mooie wandelingen die je hier kan maken. Want dat kan je hier ook prima wandelen. Er is ook een sportveldje hier vlakbij, net buiten de camping. En dan kan je voetballen of basketballen of even kijken wat ik kan laten zien zo. Ja, zo zie je het wel denk ik. Ja. Dus ja, allemaal prima. Allemaal prima verzorgd. Elke plek heeft zijn eigen stroompaaltje en water. Dus je hoeft niet met je camper van de plaats af wil je water vullen.
Gewoon slangetje eraan en huppakee. Dus helemaal mooi. En daar staat onze camper. Op nummer 17. Heel toepasselijk, 17. 1-7, 1 juli, mijn verjaardag. En 17 is de verjaardagsdatum van Ayesta, 17 juli. Dus, en de hondjes liggen lekker buiten. En Lady wordt helemaal blij dat ze me ziet. En ja, en daar ligt Sansa. En Ispotje, die is even binnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.